Spaanse land Togo is het rond 6 uur 's avonds pikdonker het hele jaar door. Elektriciteit is er niet. Even op de schakelaar duwen om het licht aan te steken, het bestaat daar gewoonweg niet. De dorpelingen behelpen zichzelf met een afstandse olielamp die slecht licht geeft en dan ook nog eens schadelijk is voor hun gezondheid en het milieu. Het flikkerende lichtje van de olielamp geeft te weinig licht voor kinderen om 's avonds hun huiswerk te maken. En verpleegsters begeleiden nachtelijke bevallingen met een zaklamp in de mond. De organisatie Sonar Zonder Grenzen wil licht laten schijnen in de Togolese duisternis. Door de lokale bevolking duurzame lampen aan te bieden die werken op zonne-energie. De lampen zelf worden gemaakt met kalebassen, de vruchten van de kalebassenboom die je daar overal vindt. Deze duurzame lamp wordt opgeladen in de zonnekiosk, een centraal punt in het dorp voorzien van zonnepanelen. Zowel de lamp als de zonnepanelen worden ter plaatse gemaakt om werkgelegenheid en kennisoverdracht te stimuleren. Zo leren we de Togolezen hoe ze zichzelf kunnen helpen. Jij kan Togo mee verlichten door tijdens het lichtfestival een kalebassenlicht aan te steken van een kalebassenboom. Dat doe je door licht te sms'en naar het nummer 3411. Met elke sms gaat de kalebassenboom meer en meer licht geven. Licht voor een donkere Togo, want met de opbrengst van al die sms'jes zorgt Sonar Zonder Grenzen dat kinderen met de productie van kalebaslampen en zonnepanelen kan gestart worden. Verlicht Togo en sms licht naar 3411. Bedankt voor uw lichtje.